maken. Maar zoals je ziet, niet normaal slijm. Ten eerste regenboogslijm, maar wel op een compleet andere manier. En we gaan ook van bovenaf filmen, dus jullie kunnen zien wat ik aan het doen ben. Laten we maar beginnen. Ik begin met deze. Die maak ik open. Zo. Nou, nu is de hele bak gevuld. En dan beginnen we met deze mooie rood. En die doen we hier in de hoek. Ik denk dat dit wel genoeg is. En anders kan ik altijd nog bijvullen. Dan pakken we oranje. En die doen we daarnaast. Zo. Nou, ik denk dat dit wel genoeg is. Dan doen we geel. Lijkt een beetje op oranje. Maar de grote vraag is natuurlijk: wordt het slijm? Want ik heb het nog eerder uitgeprobeerd. Maar zou het slijm worden? Ik denk dat dit wel genoeg is. Maar we zijn nog niet op de helft, maar we zijn wel op de helft van het lijn. Dus ik denk dat ik ietsje meer groen, blauw en paars ga doen. Deze lijkt wel doorzichtig. Heel rustig. Zo, dan de blauw en deze vind ik echt super mooi. Zoals je ziet, als je hem sloom en langer ingetrokken op een plek houdt, wordt het ook dikkere lijnen. En zo vind ik ze ook een beetje mooier. Ik vind het er nu al vet uitzien. Ik hoop dat het slijm wordt. Oh, ik vergeet hier een stukje, dus daar ga ik nog ook even... Zo. En dan gaan we verder met de laatste, de paars. Zoals je ziet, gaat deze erg snel, echt super vet. Ik hoop zo dat het slijm wordt.
Nou, ik vind eigenlijk, omdat deze natuurlijk niet zo mooi zijn, dat ik even nog wat rood en geel erbij ga doen. Om ze dan even wat mooier af te maken. Zo. De oranje. Nu komt echt de kleur oranje, omdat ik er natuurlijk nu veel langer in knijp. Zo. Hopelijk krijg ik de geel ook wat donkerder. Zo. En op het laatste groen, want de blauw is natuurlijk heel goed, omdat ik het daar al die extra lang ingedrukt hield. Maar bij de groen, geel, oranje en rood natuurlijk nog niet. Kijk, de groen wordt ook wat groener. Het is net zo'n mooie regenboog, maar straks moet hij alweer door elkaar geroerd worden. Dat is toch zonde. Nog een beetje paars erbij. Zo, en dan is denk ik de tijd aangebroken dat we moeten roeren. Ik ben er echt super trots op hoe het er is uitgekomen. Ik hoop natuurlijk ook dat het werkt, anders is het wel een beetje veel. We gaan lijnen trekken. Ah. Oeh, ik voel al dat het slijm wordt. Oh, daar gaat de regenboog. Zie je het al slijm worden? Ziet er echt super vet uit. Ik heb dit alleen niet zelf verzonnen, want ik heb dit van een Amerikaanse YouTuber. En nou, kijk, het pakt echt heel goed uit. Ah. En dan hoop je natuurlijk maar dat je de goede ingrediënten hebt. Want als je dat niet hebt, ja, dan is het natuurlijk wel een veel. Want dan werkt het ook waarschijnlijk niet. Het ziet eruit als cola. Dat kan toch niet. Ik ga nu weer van voren filmen. Het leek natuurlijk op cola, maar het lijkt ook wel een beetje op een samengesmolten gummy bear. En dat komt hierdoor. Want het is echt super per stretchy. En het ziet er zo gummy uit. Maar er zit nog heel veel vloeistof in. We hebben al het overige vloeistof uit de kom gehaald. Dat niet meer mixte met het slijm. En nu hebben we dit gesmolten gummy bear proces. Dus laat ik er maar, kijk, met mijn handen in gaan. Want ja,
zou plakkerig zijn. Daar komen we nu achter. Die is goed. Oeh. Wel een beetje plakkerig, maar dat is elk slijm wel. Nou, dan doen we dit zo. Doe het samen. Sticky cheese. Meestal als je het door blijft kneden, dan wordt het wel steeds minder sticky. Alleen, ja. Het is echt een beetje cola gummy weer. Het voelt gek. Hij doet het wel goed qua alle geluidjes. Alleen het vasthouden is niet zo satisfying omdat het wel heel sticky is. Ah. Gewoon een soort van gummy beer cola smaak in één. Gesmolten cola gummies. Hij is voor de rest wel lekker. Alleen ik denk dat er misschien toch nog wat extra bij komt. Omdat het natuurlijk wel super veel is. Nou, ik zeg toen een dikke witte duim omhoog. Vergeet niet te abonneren, buiten natuurlijk. En het belletje aan te klikken. En mis je nooit meer een nieuwe video. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Bij Jo Griekse IT. Doei!